Dames en heren, goedenavond. U kijkt naar een nieuwe aflevering van Buitenspel 2.0. Met vanavond Marcel Oldenkamp, Massies Artien van Spakenburg en Peter Koelewijn. En in Buitenspel, degene die het nog nooit gezien heeft, kan ik me niet voorstellen, maar opnieuw een verrassend einde van de wedstrijd van VVSB tegen Eemdijk. Gisteren, vorige keer, was dat van IJsselmuur tegen Sparta-Nijkerk. En nu in Eemdijk, bij Eemdijk werden de twee doelpunten in de blessuretijd gemaakt voor Eemdijk en één tegen. Dus toen hebben ze toch nog gewonnen met 3-2. We gaan erover praten met Marcel dus van IJsselmeervogels. Marcel, voor jullie was zaterdag iets minder, hè? Dat was ietsjes minder, ja. 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 Ik zag gisteren een interview waarin Wessel Boer zegt, van een dolle ploeg mag je niet verliezen. Nou ja, daar ga ik eigenlijk wel een beetje mee. Ja, inderdaad. Massies, bij jullie was het geen veldje aan de lucht? Ja, het was een goede overwinning. 2-0 tegen Rijnsburg. Hele goede overwinning. Rijnsburg, lastige tegenstander. En als je op deze manier hun verslaat, dan is dat mooi. Ja, we gaan er straks uitgebreider over door. Want bij jullie was alle ogen opgericht zo'n beetje. Hè, de laatste fase. Ja, de laatste 5 minuten blessuretijd. Dan gebeurde van alles. Eerst 2-1 voor. Het werd nog toch 2-2. Was toch nog wat teleurstelling. Maar we dachten een punt bij VVSB is prima. Totdat dus Michel Gossens dachten. Ik ram er nog eentje in, wel 25 meter. Ja, die zat er aardig in inderdaad. Ja. Die laten we straks ook uit. Die laten we uiteraard straks ook zien, want daar hebben we de beelden van, gelukkig. Maar we beginnen natuurlijk met de aftrap. En de aftrap is het eerste onderdeel van vanavond. En de gasten die geven dan aan wat hun de afgelopen periode of week, weekend het meest opgevallen is. Positief, negatief, dat mag van je eigen club, maar ook van een andere club uit het dorp of een sportieve gebeurtenis elders. Omdat Massies nieuw is, geef ik eerst even de andere gasten een mogelijkheid. Dan kun jij even luisteren wat zij te vertellen hebben en ondertussen even nadenken. Marcel. Ja, ik ga dan toch naar mijn andere club, zeg maar, FC Utrecht. Ja, wederom eigenlijk ook een wanprestatie. 1-0 verloren van Zwolle. 1-0 verloren van Zwolle en nu stijf onderaan eigenlijk. En dat mag gewoon niet. En, dat is eigenlijk mijn aftrap. Ja, ik schaam me er wel diep voor. Is hij nog goud bij die trainer? Siel Bouwen? Nou ja, mag jij zeggen. Ik denk het niet. Maar ik denk ook niet heel veel voor dat Jordi Zuidam nog eigenlijk moet blijven zitten. Maar ook dat roep ik al een paar jaar. Daar moet gewoon wat gebeuren. En ik begrijp gewoon niet zo goed waarom hem de hand boven het hoofd gehouden wordt, zeg maar, de hele tijd. Is dat de nieuwe trainer van het weekend bij Studio Voetbal? Ik weet het niet. Ron Jans? Ja, ik hoor zijn naam ook. Ik was vandaag toevallig in de buurt van het stadion en daar viel zijn naam ook. Dat zou kunnen. Ik denk dat ze wel wat gaan doen, want dit kan gewoon niet. Ja. Peter? Nou, ik houd bij Eemdijk natuurlijk. Zoals je weet hebben we in 18-19 ook een seizoentje derde divisie gespeeld. Dat was toen geen onverdeeld succes. We hebben nu 6-2, 6 punten. Daar hebben we vorig jaar, dat seizoen na 15 wedstrijden, hadden we 5 punten. En pas in wedstrijd 16 wonnen we voor de tweede keer, hadden we 8 punten. Dus trots dat we zo goed gestart zijn. Is het tijd om de doelstelling bij te stellen? Mijn doelstelling blijft. Anderen hebben de andere doelstellingen. Eerst weg, blijven onderin, 40 punten halen. En daarna verder werken of er meer in zit. En niet denken. Want als je even terugkijkt naar de laatste 2 wedstrijden. Vorige week schoot de keeper van Stadpost in 90+5 een bal onderkant lat eruit. En nu schieten wij zaterdag een bal onderkant lat erin. Dat zijn 4 punten, hè? Dus zit niet tegenop. Mm-hmm. Nee, is ook zo. Massies? Ja, kijk. Dezelfde lijn trekken wij door, maar dan aan de blauwe zijde, denk ik. Hè? 2 gespeeld, 6 punten. Dus ik denk de beste start in jaren voor Spakenburg. Maar het mooiste daarvan vind ik eigenlijk afgelopen zaterdag wat buiten het veld eigenlijk natuurlijk ontstaan is. Dat er weer uitsupporters bij ons mogen komen. Dat ze zich prima hebben gedragen en de supporters van Spakenburg ook. Het was gewoon weer een volle sportpark of in ieder geval een drukkere sportpark als voorheen. En dat is uiteindelijk waar we het allemaal voor doen en dat willen we laten groeien dit jaar. Ja, voor jou ook goed om de supporters van Rijnsburg te zien, want daar heb je natuurlijk ook een verleden. Ja, tuurlijk. Ik heb daar 6 prachtige jaren gespeeld. Nooit ook een verkeerde woord over de club gesproken, omdat ik altijd goed ben behandeld. Het is echt een prachtige club.
En inderdaad, ik had nog wel even een paar supporters gesproken na de wedstrijd. Maar had nou de buschauffeur van de supportersbus iets aangereden op de parkeerplaats, hoorde ik dat? Ja, dat begreep ik inderdaad. Je had een auto geraakt met parkeren of zoiets. Dus heb je uit je potjes mee? Ja, maar ik moet zeggen, ik heb liever dat hij een autootje een klein kusje geeft. En dat er uitsupporters tuurlijk, zijn. Tuurlijk, dat moet ook. Dat is toch een, echt waanzinnig dat het niet kon de laatste jaren. En hopelijk dat het nu beter gaat. Maar alleen uit mag het nog niet, hè, begrijp ik. Nee, zij hebben, klopt, zij hebben heel wat problemen gehad. Volgens mij komend jaar mogen ze nog geen uitsupporters. Mm-hmm. In ieder geval van Spakenburg en Katwijk Quick Boys. Mm-hmm. Ja, het is lastig. Maar ja, in de betaald voetbal heb je ook last van. Dat uitsupporters nog wel eens voor problemen zorgen. Ja. Zie jij het gebeuren dat je over pakweg 10 jaar zonder uitsupporters speelt? Ja, ik mag hopen van niet. Ik heb vorig jaar tegen de Rooien 2 keer gespeeld. Ik kan me niet voorstellen dat je geen uitsupporters mee mag nemen. Dat is hetgeen wat het zo leuk maakt. En daar doe je het als speler uiteindelijk voor. Mm-hmm. Dus ik hoop het niet. Mm-hmm. Nee, we gaan over gelijk naar de volgende rubriek. Dat is de tribuneblik. Want in de tribuneblik blikken we uitgebreider terug op de afgelopen wedstrijden. Dat was dus Eemdijk uit bij VVSB, Spaarburg thuis tegen Rijnsburgse Boys en IJsmeeuwis uit tegen Staphorst. We beginnen maar weer even bij jou, Marcel. Want nou ja, dan hebben we het beste voor het laatst, zeg maar, wou ik even zeggen. Ja, want het ging met IJsmeeuwis niet echt geweldig, hè? Nee, het ging gewoon slecht. Daar kunnen we heel lang over praten, maar deze wedstrijd mag je als IJsmeeuwis zijn gewoon niet verliezen. Punt. Waar ging het mis? Ja, zeg het maar. Of het nou de instelling is of dat het wat anders is, ik weet het echt niet. Ik zit ernaar te kijken en dan denk ik, ja, ik weet niet wat hier gebeurt, man. Het is Staphorst. Ja, met alle respect voor Staphorst, maar dit mag gewoon niet gebeuren. Mm-hmm. Want waar zag je het misgaan? Ja, kijk, je krijgt wel kansen. Mm-hmm. Ik bedoel, als je hem zelfs op de doellijn bijna er niet meer in krijgt, mm-hmm. Ja, dan ben je klaar. Maar dat is heel lastig, ja. Ja, is het nonchalance of wat is het? Ja, ik weet het niet. Ik zou het echt niet durven zeggen. Mm-hmm. Ik denk niet dat het nonchalance is, Bart. Want ik denk dat Gert-Jan Kassen de ploeg heus wel goed voorbereidt en ze waarschuwt wat ze kunnen verwachten bij zijn ploeg als Staphorst. Zeker uit, maar ja. Grasveld, lang gras begreep ik. Ja. Dus voetballen gaat wat lastiger, maar je moet je kansen maken. Ja, maar weet je, het maakt toch niet uit. Je mag toch gewoon niet verliezen van Staphorst. Nee, je mag niet verliezen van Staphorst. En het gebeurt en of de trainer zou wel of niet goed heeft voorbereid. Wat dat ook is. Wij mogen daar gewoon niet verliezen. Mm-hmm. Die week daarvoor zijn ze denk ik toch ook al gewaarschuwd. Ja. Komen ze gewoon goed weg. 2 prachtige goals van Verker heb ik begrepen. Ja. Maar ik denk dat de toon toen ook al was gezet. Ik bedoel, dat heb je ook in de bekerwedstrijden gezien. Als je tegen derde divisionist speelt. Die win je ook niet makkelijk. Mm-hmm. En ja, ze kunnen gewoon ook aan de bak daar. Mm-hmm. Ja, je zou zeggen gewaarschuwd met hetzelfde twee, maar dat was dus in dit geval niet zo. Nee, maar iedere keer, dat was vorige week ook en dat was nu ook, dan begin je op zich best aardig. Maar als je hem niet maakt, ja, jij weet dat ook, weet je, dan ben je op een gegeven moment klaar. Mm-hmm. En dan ga je gewoon de Bietenbrug op, dat is nu ook gebeurd. Mm-hmm. En misschien is het 1 kans voor Staphorst, maar je zit wel. Mm-hmm. En hoe dat dan komt en wie er dan niet in de wedstrijd zit, zeg het maar. Mm-hmm. Ja, het is wat dat betreft, Staphorst behoort over het algemeen niet tot titelkandidaat in de derde divisie. Nee, daar ga ik niet dus vanuit. Dus als je daar al uitgeleid. Ja, dat is het. Dat is ook wel een beetje mijn zorg. Mm-hmm. Ik denk, als je naar de kwaliteit kijkt, dan moet je de wedstrijd gewoon winnen. Ja, maar wij... Dat mag gewoon niet. Mm-hmm. Wat ik net straks al zei, als Wessel Boer zegt, ja, je hebt een dolle ploeg, mag je niet verliezen. Mm-hmm. Nou, dat vind ik dit ook echt. Ja, maar het ging bij hem fout eigenlijk, hè? Hij liet hem uit zijn rug komen, die Martijn Brakke. Ja, maar ja, daarvoor levert Jordi een bal in. Ik hou er niet zo van om individueel spelers dan zeg maar af te kraken. Want, nou, voor mij heb je daar niet zoveel aan. Maar dit, ik heb hem gewoon niet. We hebben daarvoor ook al, volgens mij was het Eindhoven of zo, die een bal van Afakker op de doellijn nog niet in krijgt. Ja, dan kan je wel gaan zeggen, ja, best wel, laat hem al uit zijn rug lopen. Als hij hem er gewoon inschiet. Mm-hmm. Ja, en dan, waar gaat dit heen? Wat moet er gebeuren nu?
Ja, ik weet het echt niet. Ik, ook daarvan zeg je, weet je, het is natuurlijk makkelijk om te zeggen, God, het is de schuld van een trainer, of het is de schuld van dit, of het is dat. Daar geloof ik gewoon niet zo in. Er is maar één oplossing. Rustig blijven. Ja, en winnen. En wedstrijden gaan winnen. Ja. En ja, een idee blijven houden en alles blijven steunen. Maar gewoon bewaar de kalmte. Mm-hmm. Twee wedstrijden weg. En ik denk echt in deze derde divisie kan je wel gaat de kampioen niet met twee nederlagen kampioen worden. Dat zullen er misschien wel vier of vijf zijn. Mm-hmm. Maar je zult, ja, maar goed, zaterdag VWSB, ja, dat is ook nog een listig ploegje, denk ik. Mm-hmm. Ja, maar er zitten een heleboel listige ploegen ja, in. Ja, dat klopt. Mm-hmm. En zeker als je uit moet in een stadpost en je moet naar Dem en naar Haaksbergen, naar Harkema, ja. Dat zijn gewoon lastige uit. En die laai je zich op, dat is de wedstrijd van het jaar voor hun. Mm-hmm. Zeker thuis. Ja. Mm-hmm. Dus ze zullen aan de bak moeten. Ja, nou ja, Massies refereerde net al aan natuurlijk vorige week. Toen ging het tegen Sparta Nijkerk op wonderbaarlijke wijze wel goed. Ja. Had twee goals in blessuretijd. Had jij toen, omdat Eemdijk won wel, hadden wel een reguliere overwinning vorige week tegen Staphorst. Had je toen al die appjes klaarstaan van Eemdijk boven IJsselmeerbogels? Ja, ik niet. Anderen wel. Ja. Ik heb een groot verleden en dat blijft. En dus ik niet direct. Maar nu staan we er wel boven. Ja. En natuurlijk geeft dat trots. We hebben altijd geroepen, een rode blauwe dikkie komt eraan. Nou ja, dat blijkt. En dan hebben we ook nog afgelopen dinsdag van Spakenburg gewonnen. En dan weet ik wel, het was niet Spakenburg op volle sterkte. Maar Cis deed bijvoorbeeld niet mee. Maar toch, we wonnen wel. In een leuke wedstrijd. Dus we hebben zeker potentieel om een goed figuur te slaan in die derde divisie. En ja, dat vervult de hele club met trots. Ja, het is het verschil in de derde divisie. IJsselmeers moet en jullie mogen? Dat denk ik wel, ja. IJsselmeers is aan zijn stand verplicht om zo snel mogelijk naar de tweede divisie te gaan. Maar dan wordt er maar eentje kampioen. En uit de PD gaat er ook maar eentje omhoog, of niet. Mm-hmm. Dus het is gewoon heel lastig. Mm-hmm. Dus ja, maar nogmaals, ze moeten de rust bewaren. Nog 32 wedstrijden. En je moet zorgen dat je met de winterstop erbij staat. En na de winterstop vallen de beslissingen. Mm-hmm. Dat weet Massies ook. Je moet erbij blijven. Mm-hmm. En na de winter, dan moet je zorgen dat je de belangrijke wedstrijden niet, soms hoef je niet moet je niet winnen, maar moet je niet verliezen, mm-hmm. bepaalde wedstrijden. En dan, Ja, want jij had, was je in Noordwijk Hout ook zelf? Ik ben in principe altijd bij Eemdijk, ja. Ik was in Noordwijk Hout, ja. En je zei al van, ik had me verzoend met een punt. Nou ja, we kwamen natuurlijk na 2 minuten, was het al 1-0. Mm-hmm. Dan liep daar Jesse van Nieuwkerk, die is 2,20 meter, denk ik. En ze bouwden op over de rechterkant van VWSB en was totaal geen druk op de bal, dus je rechtsback. Die speelde zijn 200ste wedstrijd, die had de bloemen dan net in de koud gelegd. Die gaf een perfecte voorzet en onze lengte achterin was, Justin van Grond moest ermee, die stond er op dat moment bij, die had geen kans. Ja, hij legde hem netjes met het hoofd in de verre hoek. Ja, dan was het 1-0. En toen waren we een minuutje of 10 kwijt. Maar daarna, en dat is wel de kracht van Eemdijk, paniek is er zelden. We gaan proberen te gaan voetballen. En uiteindelijk zie je toch dat het beeld iets kantelt. Een balletje op de paal van de Argent. Penalty gemist. En dan gaat hij vlak daarna op de stip. En dan mist Yannick dus die penalty. Vond dat hij hem dus zwak inschoot. Half hoog, niet ver genoeg in de hoek. Kijk, gaat de keeper er aan de kant op. Ja, dan zit hij. Prima. Maar ja, die pakt hem netjes. En John van Gulik had nog de rebound. En die pakte die Ruben Valk, heet die man. Van mij al een aardige oude keeper. Goeie keeper. Mm-hmm. Die had hij er ook nog uit. Dus dat was goed gekiept. En daarna had hij nog een knappe bal van Argent eruit. Ook van dichtbij, die over de lat tikte. Dus en na de rust direct wel de 1-1. Ja, door. Dus, door een oude bekende van jou, denk ik, hè? Hilterman. Ja, ik zag dat hij had gescoord, ja. Ik heb alleen helaas niet met hem gevoetbald. Maar ik heb jaren tegen hem gevoetbald. Dus ik ken hem ook wel. We zijn ook vrienden op Instagram, af en toe hebben we nog wel eens contact. Maar het is mooi om te zien dat die jongen dan nu ook scoort. Ik denk ook dat jaar belangrijk kan zijn voor Eemdijk. Ja. Zeker, want zo'n jongen is voor ons een bonus dat hij bij ons is komen voetballen. Ja. Mm-hmm. Dat, daar moeten we van hebben. Enkele uitschieters, als we die kunnen binden aan Eemdijk, daar hebben we profijt van. Dan had hij een klein beetje geluk, want zijn balletje werd iets aangeraakt door een verdediger, waardoor hij mooi de hoek in verdween.
En na die 1-1 was Imdijk zeker de eerste 20 minuten van die tweede helft de betere ploeg. Hij had ook mogelijkheden om te scoren en daarna werd er wat gewisseld. En ja, in de laatste 20 minuten was echt VVSB beter. En ik denk dat we geluk hadden, want er kwam een bal de 16 in laag en die wou John van Gulik wegtrappen. En ja, de bal... was dat geen penalty? Ja, de bal komt omhoog en tegen zijn hand, dus wel van dichtbij. Maar hij kijkt... Ja, we zien ondertussen de beelden inderdaad. Ja, je kan onder de beelden doorpraten, denk ik, Peter. Ja, hij kijkt hem er vol tegenaan. Het is natuurlijk geen bewuste hensbal. Als je hem geeft, heb je niet veel te zeggen, denk ik. Dus ik snapte dat VWSB daar zeer gestemd om was. Maar ja, dat zijn ook van die momentjes dat je soms even geluk moet hebben. Ja, want volgens mij is dat nu weer iets veranderd dit jaar, die hensregels. Snap jij het nog, Marcies? Nou ja, ik denk dat de VAR het soms ook niet snapt. Nee. Soms kijken wat voor momenten die door laten gaan of affluiten. We moeten het maar accepteren. Maar het wordt er niet makkelijker op. Je bent bijna geneigd om je arm op je rug te verdedigen. Of, maar dat gaat ook niet. Dat snap ik ook. En ik moet zeggen, dat probeer je ook. Maar soms heb je gewoon van die natuurlijke bewegingen die je maakt. Ik ben zelf verdediger. Ja, dan komt hij wel eens op je arm, ja. Maar het is als je met je handen zo staat, dan kan je toch, dan ben je toch niet mobiel meer? Nee, natuurlijk nee, niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, er zijn wel eens geluiden opgegaan van zet in het VAR-hokje een oud voetballer in plaats van een scheidsrechter die volgens het boekje alles nakijkt. Ja, het is gewoon heel lastig. Wanneer fluit je hem wel en wanneer fluit je hem niet? Dus, maar weet je, aan de andere kant, dat maakt het voetbal ook wel weer mooi. Nog steeds wel die willekeur, toch? Ik zag gisteren toevallig ook Utrecht, dus die Azarkan zie ik een overtreding maken. Mm-hmm. Met twee benen recht vooruit. Dan denk ik, nou, dit is er één. Dit wordt rood. En dan laten ze het weer lopen. Mm. Ik weet het niet. Ik vind dat nog wel eens wat willekeur is. Mm-hmm. Ja. Maar zeker als de scheidsrechter dan naar het vaarscherm geroepen wordt en ze laten zo'n overtreding 10 keer zien, achter elkaar, versneld, vertraagd. Ja, dan zou je inderdaad gewoon denken aan rood. Ja, toch? Maar in de wedstrijd zelf en als die tegenstander niet ernstig geblesseerd. Dan. Maar in de westerse cellen, dat weet je zelf, dan zie je de actie gebeuren en scheidsrechter ook. En dan zie je vaak de impact. Ja. En inderdaad, als je hem 10 keer herhaalt, ja, dan kan hij inderdaad zijn voet raken. Dus ik vind dat als een scheidsrechter aan het scherm geroepen wordt, ik hou er niet zo van. Want dan voelt hij zich vaak ook gedwongen om dus toch die rode kaart te doen of toch die penalty te geven. Ja. Mm-hmm. Er zijn er weinigen die dan zeggen van... Ik blijf bij mijn beslissing. Mm-hmm. Maar ja, inderdaad, daar kom je dus goed weg met Eemdijk. Zeker, daar komen we echt goed weg. En dan maak je vlak voor tijd die 2-1. Waarschijnlijk een eigen doelpunt, denk ik. Ja, als je de beelden ziet... We zien de beelden hier. Het mooie was dat Willem Romp net 1 minuut ervoor de Sam de Burg naar de linkerkant had gestuurd. Mm-hmm. Dus dat vond ik wel grappig. Ja, en die geeft dan de voorzet. En die gaf een perfecte voorzet, ja. En dan denk je inderdaad kat in het bakkie. Nog een paar minuutjes. Nou ja, we wisten, dat was zeker 5-6 minuten blessuretijd. Dat was al 1 minuutje verstreken, denk ik, toen Yannick die bal maakte. En ja, zij stonden meteen met 6-7 man aan de aftrap en die bal ging naar voren. En als je dan 2-2 ziet, het is een bal vanaf halverwege het middenveld, zullen we zeggen. Ja, die wordt laag ingespeeld. En kijk, ik denk dat die jongen die nu liggen uit te glijden, die mist die bal. Waardoor je als verdediger ook misschien net eventjes uit positie bent. Kijk, want je ziet. Mm-hmm. En ja, goed, die van Nieuwkerk, die tikte er netjes in. En die had haast. Want die ging ook de bal halen om af te trappen, want die wou nog winnen. Mm-hmm. Dat had hij beter niet kunnen doen, denk ik. Nee. Achteraf. Nee. Want wist jij dat Michel Goossens zijn zoon pegel in zijn been had? Ik wist dat niet. Ik wist wel dat ik knap geschot had, maar... Ik ken Michel dus ook niet van vroeger, zullen we zeggen. Heb jij die goal al gezien, Marcies? Nee. Nou, let op, zou ik ook zeggen. En dan de kijkers ook. Hier komt hij. Zo. Die zit er wel aardig in. Hè? Ja, die zit er echt aardig in. Deze telt voor 2, toch? Ja, inderdaad. Ik telde voor 1, dat was genoeg. Maar je zou bijna voor 2 mogen gelden, ja. Hij raakt hem echt bam.
En die zit er aardig. Ja, en, dat, en daarna was het ook vrij geel afgelopen. Ja, hij liet nog aftrappen. Mm-hmm. En de bal ging nog één keer even terug en naar voren. En toen vloot hij meteen af. Ja. En ja, toen hadden we in één keer 6 punten. Jongen, ja, inderdaad, ja. En nou ja, over 6 punten gesproken, dat heeft Spakenburg ook. Ja. Hadden jullie erop gerekend na, aan het begin van het seizoen? Dat je denkt van, nou, 2 6 punten? Nee. Kijk, je moet gewoon realistisch zijn. We hebben afgelopen seizoen ons versterkt met een aantal spelers. Die spelers die... Een aantal van hun die spelen ook. En dan moet je altijd kijken hoe, hoe die jongens binnen de selectie vallen. Of ze hun plekje snel kunnen veroveren. Nou, dat hebben ze gedaan. En ik moet zeggen, de puzzel die is aardig in elkaar gevallen. Ja, want je hebt Elzouti natuurlijk, Sulaiman, Van Huffel. Van Essen. Van Essen natuurlijk. Tom Noordhoff die valt dan uit na de eerste wedstrijd. Mm-hmm. Maar dan heb je toch over 4-5... veranderingen in de basiself. Dat is behoorlijk, maar ik moet zeggen, tot op heden gaat het prima en het wordt steeds beter. Mm-hmm. Ja, want jullie zijn erop vooruit gegaan, neem ik aan dus. Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, ook als je zaterdag naar onze wedstrijd hebt gekeken, gewoon heel dominant spel. 2-0 mager nog, hè? Eigenlijk. Ja, Kijk, die kansen moet je gewoon maken, vind ik. De hele voorbereiding liepen we daar tegenaan, maar gelukkig maken we nu gewoon 2 goede goals in de eerste helft. En dan hoef je ook niet meer. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen, als je zoveel kansen hebt gekregen, dan, dan mag je er nog een aantal maken om jezelf te belonen. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, want hoe is dat voor jou als verdediger natuurlijk? Want je ziet natuurlijk voorin, tenminste het meeste gebeurt een aantal meter voor je. Mm-hmm. Maar je ziet dat die kansen niet afgemaakt worden, dan staat er meer druk op jou als verdediger. Ja, kijk, als het 0-0 staat, zeker. Dus dan sluit ik me ook zeker bij Marcel aan. Alleen, nu sta je gewoon 2-0 voor. En dan weet je gewoon, we moeten het gewoon dicht houden. Niet dat ze de aansluitingstreffen maken. Mm-hmm. Maar dan weet je dat het gewoon lastig wordt. Vooral tegen Rijnsburg, veel kwaliteit voorin. Maar we hebben het gewoon echt prima gedaan. Ik denk dat ze nog een kansje hebben gehad in de tweede helft. Het omschakelmoment. En we waren daarvoor al gewaarschuwd. Maar die gingen niet in, maar... al met al denk ik wel een hele goede wedstrijd. Ja, voor ons en je had net al over versterkingen. De meeste versterkingen zijn in de voorste linie en de middenlinie. Mm-hmm. De verdediging is redelijk intact gebleven. Hè? Met jongens die er vorig jaar al waren. Natuurlijk met Koos en met Koos Werkman en Nick Verhagen en Green. Ja, klopt. We hebben wel Tobias erbij. Mm-hmm. Centraal achterin. Ja, die viel trouwens echt fantastisch in. Ik heb hem ook na de wedstrijd gesproken en bedankt. Voor het feit dat hij er eigenlijk vorige week niet bij was, bij de eerste, bij de A-selectie. En dat hij er dan vandaag bij is en gewoon heel goed invalt. Daar heb ik gewoon heel veel respect voor. Mm-hmm. En ik heb ook aangegeven, we hebben hem ook gewoon keihard nodig. Mm-hmm. Ja. Want wat is jouw rol binnen de verdediging nu? Ben jij de ouderwetse mannetjes, oudspoetser? Wordt er van jou verwacht dat je per wedstrijd 10 keer de middenlijn overgaat? Of? Nou, als ik 10 keer de middenlijn overga, dan heb ik 8 keer balverlies. Dus laat ik dat maar niet doen. Nee, ik ben gewoon een verdediger die zo'n mannetje uitschakelt. In balbezit lever ik gewoon de ballen in. Ja, met de goede kleur dan, hè? Bij de juiste kleur. Mm-hmm. Maar dat... dat is gewoon mijn taak en leiding geven aan het team. Mm-hmm. Ja. En iemand die natuurlijk wekelijks op het wedstrijdformulier of op de doelpuntformulier staat en zo, die valt natuurlijk gelijk op. Jij bent iemand die je compleet wegcijfert voor het team en daardoor misschien wat minder snel opvalt voor de neutrale kijker, zeg maar. Ja, klopt. Maar daar ben je gewoon verdediger voor. Een verdediger is gewoon een dienende speler voor het elftal. En dat ben ik ook. Maar was het ook misschien een van de redenen waarom ze vorig jaar afscheid van je wilden nemen op een gegeven moment? Van ja, die valt er niet op, die hebben er niet... Dat kan je beter aan de TC vragen. Ja. Dat weet ik niet. Nee, maar er is wel wat gebeurd toen, hè, sindsdien. Ja, zeker. Jouw status is de hoogte ingeschoten. Ja, klopt. Ja. Een paar goede wedstrijden gespeeld. Veel vertrouwen vanuit de groep, vanuit de supporters. En dat is met de dag gegroeid. Mm-hmm. Ja, want hoe is jouw band met die supporters? Ja, heel goed. Die is speciaal, hè? Ja, heel goed. Maar ik moet zeggen, van dag 1 was die al redelijk.
ik begon namelijk niet goed vorig jaar toen ik overkwam van Rijnsburg. Maar ik was er wel altijd in de kantine, in de sponsorhome. Dus we weten allemaal hoe Spakenburgers zijn. Lekker direct, maar dat hoort erbij. En dan hebben we het over voetbal. En dan drinken we een biertje gezamenlijk. En dan de volgende wedstrijd stond ik er weer. En dat waardeerden ze enorm. Mm-hmm. En toen ik op een gegeven moment dus begon te spelen en ik speelde steeds beter, ik haalde mijn niveau, kreeg ik steeds meer waardering ook vanuit hun. Mm-hmm. En dat groeide eigenlijk met de dag. Ja, want je komt natuurlijk niet uit het dorp uiteraard. Van Rijnsburg zei je al en verleden bij Eindhoven ook natuurlijk. En buiten de landsgrenzen ook uiteraard. Maar dan kom je Spakenburg binnen. Je hebt natuurlijk wel verhalen gehoord van wat voor dorp het is, wat voor club het is, waar je terechtkomt. En dan denk je misschien van, moet eerst maar zien. Maar wat zijn nu jouw ervaringen en wat zou je bijvoorbeeld een nieuwkomer mee willen geven? Nou, ik ben allereerst enorm verrast toen ik vorig jaar aankwam. Want je hoort gewoon van buitenaf over IJsselmeervogels en Spakenburg dat het verenigingen zijn die elk jaar tig spelers halen. Dat het geen vaste groep heeft. Los zand. Maar dat gevoel dat heb ik eigenlijk totaal niet gehad. Het was gewoon een hele fijne groep waarmee we werkten. De resultaten vielen tegen, een nieuwe trainer. Maar het was gewoon echt een fijne groep. Dat bleef me echt bij. Ik dacht echt, nou, ik kom gewoon als individu binnen en ik zie het. Maar ik ben gewoon heel goed opgevangen door iedereen. En ook tijdens de verandering van de trainer ging het altijd heel goed tussen ons. Mm-hmm. Ja, en je bent natuurlijk, ik wou zeggen, niet alleen overgekomen, maar je hebt natuurlijk ook je geloof neem je mee, hè? Ja. En dat past hier ook natuurlijk in het dorp. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik heb het in vorige interview, volgens mij was dat in de Bunschoten, inderdaad, ja. Aangegeven. We hebben gewoon ook heel veel draagvlak samen, denk ik. Spakenburgers staan bekend om harde werkers, eerlijk. Heerlijke mensen en gelovig. Ik denk dat ik dat ook ben. Wij zijn gewoon vanuit huis uit hebben we dat meegekregen. Dat je voor alles keihard moet werken. Het geloof hebben we meegekregen. En dan moet een ieder dat voor zichzelf invullen. Op zijn eigen manier. Nou ja, ik doe dat ook op mijn eigen manier. En dat stukje geeft mij kracht en voldoening. Mm-hmm. Ja, want het is inderdaad. Dat past hier wel, zeg maar. Hè? Daar kun je misschien ook met echte Spakenburgers van gedachten over wisselen. Ja, dat doen we regelmatig. Mm-hmm. Ook in de kantine of in de sponsroom. Mm-hmm. Dat vinden de mensen ook leuk en dat vind ik zelf ook leuk. Ja, ja. En je zei al van we hebben een nieuwe trainer. Tenminste, vorig jaar begon je natuurlijk met een andere trainer. En nu staat Chris voor de groep. Ja. Die heb je vorig jaar uiteraard al meegemaakt. Maar nu heeft hij echt een voorbereiding kunnen doen, zeg maar. Mm-hmm. Merk je dat het heel veel anders is? Dat zijn hand zichtbaar wordt? Ja, dat werd al vorig jaar eigenlijk al zichtbaarder. En die lijn moesten we doortrekken. En dat hebben we ook gedaan. En zoals ik zei, een aantal versterkingen gehaald. Die moeten dan acclimatiseren, zo snel mogelijk het spelsysteem begrijpen, wat er gevraagd wordt van ieder. En ik denk dat prima lukt. Maar het is ook een groot voordeel dat de meeste spelers bij elkaar zijn gebleven. Dus ja, dan gaat dat proces gewoon veel sneller. Mm-hmm. Ja, en we hadden het net ook al even over jouw verleden buiten de landsgrenzen. Want je hebt natuurlijk in andere landen ook gevoetbald en Klopt. Je komt uit Irak. Ja. En je bent geselecteerd voor het nationale elftal. Klopt. Ja, ja. Hoe is dat? Ja, heel bijzonder. Ik bedoel, op mijn leeftijd is dat. 29 ben je? Vorige week 30 geworden. Okay. Gefeliciteerd nog. Dus ik. Het is heel bijzonder. Ik mag met krukken naar het vliegveld. Oh. Ja? Ja, als je op je 30ste nog international bent, dan. Nou ja, we hebben in Nederland Barry Verhalen gehad, toch? Die was 43 toen die debuteerde, toch? Ja, dat klopt. Met de Iqbal. Ja. Ja, klopt. Ja, Zidane, die spreek ik ook regelmatig. En wat is, want je bent christen. Ja.
daar in Irak heb je natuurlijk heel veel moslims ook natuurlijk. Klopt. En in het elftal ook, in het nationale elftal. Dan, hoe gaat dat? Is dat, denk ik? Of ben je nu voor het eerst? Ik ben daar voor het eerst. Oké, dus dat moet je nog ondervinden. Dat moet ik ondervinden, maar ik was er afgelopen mei. Was ik er, om mijn nationaliteit te krijgen. Oké. En ik ben er al 22 jaar niet geweest. Maar hoe ik daar ben opgevangen, want kijk, je gaat altijd met een vooroordeel erheen. Hè? Het is natuurlijk een land wat jaren onder oorlog heeft gezeten, een hele lastige situaties heeft gehad. Dus ik wist niet wat ik kon verwachten. Maar hoe ik daar ben opgevangen, hoe liefdevol die mensen zijn. Nou, we hebben het nu over een verschil tussen islamieten en christenen. Maar dat gevoel heb ik daar totaal niet gehad. Mooi. Kijk, hier hebben we het vaak erover, christelijk, niet christelijk. Daar totaal niet. Ze spreken daar dezelfde taal. Nou, dat Arabisch. Nou, mijn Arabisch is niet zo goed. Mm-hmm. Dus zij horen direct dat ik een buitenstaander ben. Maar dat verschil is gewoon heel minimaal. Heel vriendelijk, heel open. Maar we gaan het zien. Heb je die daar precies of niet? De broer van mijn vader, die woont er. De broer van mijn moeder. Die woont er nog en die heb ik ook dus gezien na 22 jaar. Zo. En mijn moeder ook. Ja. Ja, en ik kom straks met de Interlands ook kijken. Ja, ik speel de Interlands in Thailand. Wij spelen de King's Cup, heet dat. Dan spelen we met vier landen een klein toernooitje. Maar dat wordt in Thailand gehouden, dus daar is die dan helaas niet bij. Mm-hmm. Nee, inderdaad. Maar je treedt misschien wel in Irak dan? Daarvoor? Nee. Of helemaal niet? Wij vliegen dan komende zondag, mm-hmm. toevallig met Zidane. Ja. Pakken we dezelfde vlucht. Spelen van Utrecht, hè, natuurlijk. Ja, spelen van Utrecht. Voorheen matches. Mm-hmm. Komende zondag zit ik ook, als het goed is, in het stadion. De Galgenwaard. Dan kijken we samen de wedstrijd. En dan racen we met z'n tweeën naar het vliegveld. We doen de voorbereiding dan ook in Thailand. We hebben 4 dagen de tijd om aan elkaar te wennen. En dan spelen we 2 wedstrijden. Ja, toen ik destijds ook Ali Akla gehad, natuurlijk. Klopt. Ja. Het is zijn goede tijd. Mm-hmm. Ja, toen was hij ook echt goed. Ja, was echt goed. Ja. 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 Ja, merk je dan ook dat er, want nou, je ziet die hele lijsten, wij natuurlijk als volgers ook, en dan staat er, waar ze allemaal spelen natuurlijk, de clubs, en dan staat dan een keer Spaakburg tussen. Dat is ook wel bijzonder. Ja, tuurlijk. Kijk, dat verwachten we gewoon hier niet, hè. Want als international hebben we het vaak over eredivisie niveau. Maar het is gewoon heel bijzonder dat ik dan de kans krijg om me daarin te bewijzen. Mm-hmm. En wat wordt jouw rol in dat team? Is er wat gezegd? Heb je met de bondscoach gesproken? Of? Ik heb hem gesproken. Alleen, kijk, hij kent mij persoonlijk niet. Hij heeft alleen wat beelden gezien. En het is gewoon belangrijk om te kijken hoe ik in dat team pas. Mm-hmm. En dat gaan we de komende weken zien. Ja, want jij wordt niet bijgehaald zomaar natuurlijk. Nee, er is een heel lang traject geweest. Ze hebben mij sinds januari tegen Groningen hebben ze de wedstrijd gekeken. En toen daarna hebben ze bijna elke wedstrijd beelden van me gezien. En de bekerwedstrijden volledig gekeken met de hele staf. En toen daarna dus die uitnodiging gehad. Ja. Mm-hmm. Ja, merk je dat uiteraard nu met zo'n vooruitverkiezing, maar dat het beker succes van jullie van vorig jaar, dat het misschien nog tot aan de jongste dag zeg maar uitwerking heeft? Ja, zeker. Maar ik bedoel, dat gaat de komende jaren nog hier in het dorp denken, nog steeds horen. Maar voor ons als speler is dat gewoon het hoogste niveau in Nederland. En het is gewoon... Als je PSV vergelijkt in Europa, is dat ook gewoon een subtopper. Ze hopen vanavond, denk ik, als het de finale of de groepsfase te halen van de Champions League tegen Rangers. Ja. Ja, en nu doet Utrecht het toevallig wat minder. Maar Utrecht speelt de afgelopen jaren ook gewoon Europa. En. Ja, dat zijn geen kleine tegenstanders. Nee. Nee, inderdaad. Nou ja, ik was zelf in Scheveningen. Ik mag zaterdag ook naar Haarlem toe, naar Koninklijke HFC. Maar in Scheveningen zei Wimidio van, nou, we gaan dit jaar voor de finale.
Ja, ik hou hem eraan. Als hij nog een paar doelpunten maakt zoals hij dat tegen Utrecht deed, vind ik het best. Ja, en tegen Scheveningen ook natuurlijk, hè? Ja, trouwens, ook een prachtige goal. En jullie hadden nog even aan de stok, hè, tijdens die wedstrijd, hè, met z'n tweeën? Ja, maar dat hoort erbij. Kijk, dat hebben we denk ik vorig jaar ook veel te weinig gehad met elkaar. Het is gewoon belangrijk dat je interactie hebt, of dat nou een keer op een verkeerde wijze is. Prima, zand erover. Ja, want de aanleiding was eigenlijk dat tegen jou gezegd werd, je moet niet te snel diep spelen. Ja, dat heb je goed gezien. Mm-hmm. En toen zei ik er wat en toen zei hij weer wat. Zo hoort het ook, dan hou je elkaar scherp en dat is alleen maar goed. Maar dat zijn wel de teamafspraken inderdaad, ja, dat je inderdaad niet te snel diep speelt van we hebben voetballende kwaliteit genoeg. Ja, precies hoe je het zegt. We willen gewoon vanuit achteruit voetballen. En daarin moet je geduld bewaren. Niet opportunistisch zijn. Dus daarin had Wimilio ook gelijk. Maar daarin is Nederland natuurlijk wel een apart land, hè? Want als je buiten de landsgrenzen bij een willekeurige club kijkt, daar zijn weinig verdedigers die echt kunnen voetballen. Die verdedigen hun man en die rossen de bal weg als ze hem hebben. Mm-hmm. En hopen dat ze nu een goede kleur bereiken. Ja, kijk, ik ben niet de meest begaafde voetballer, maar ik kan prima opbouwen. Dus simpele ballen, die hoor ik gewoon ook naar mijn teamgenoten te spelen. En in dat geval had ik dat ook kunnen en misschien wel moeten doen. Alleen toen koos ik voor een lange bal en daar hebben we het over gehad. En mm-hmm. Sand erover naar boven. Ja, zeker inderdaad. Ja. Want jullie hebben nu dus 6-2. Zaterdag weer een pittige natuurlijk met Koninklijke HFC. Wordt dat 9-3? Ja, lastig te zeggen. Koninklijke HFC een hele goede ploeg. Hele goede trainer ook natuurlijk. Heel bijzonder hoe ze dat elk jaar weer doen. Hè. De beste spelers die gaan naar de topploegen in de tweede divisie. Nou, Katwijk heeft er volgens mij twee overgenomen. IJsselmeer ook een paar lopen. Twee stuks. En elk jaar maar weer. Maar elk jaar doen ze toch prima mee in middenmoot. Goed voetbalspel. Maken het gewoon heel veel ploegen lastig. Mm-hmm. Ja, ik heb zaterdag even bij jullie een stukje gekeken. Wij mochten natuurlijk officieel, dan mochten we de trein niet op. Dus ik heb mijn zoon dat thuis toernooi, dus ik ben even gekeken. Maar ik vond echt dat jullie heel goed voetballen. Dat zeg ik nooit zo graag, maar, maar dat was echt prima. Ik vond het echt heel solide en kwalitatief goed eruit zien. Ja, want jij hebt daar een oog voor natuurlijk. Jij kijkt meerdere wedstrijden, ook vanuit analytisch oogpunt natuurlijk. Ja. Wat zag jij? Ja, het zit gewoon heel goed in elkaar. En, dus als zij dit niveau vasthouden, zeg maar, dan gaan ze gewoon heel ver komen. De kwaliteit hebben ze. Ik hoop alleen dat ze alle kikkers in de kruiwagen houden, zeg maar. Dat gaat denk ik nog wel een uitdaging worden voor Chris en zo. Om Van Essen en Lazuti en al die jongens om die aan boord te houden. Mm-hmm. En Van Linde. Ja, dat was natuurlijk de lastigste aardappel om door te slikken misschien. Dat de wisselbeurt van Floris. Hoe is dat opgevangen in de groep? Van hè? Hij ernaast? Ja, maar het was gewoon een hele lastige keuze. Dat wisten we al. Als je Floris had opgesteld, dan had je Lazuti op de bank gehouden. En dan hadden we het nu over Lazuti in plaats van over Floris. Dus die discussie, dat wisten we. Dat gewoon een hele lastige was. Maar uiteindelijk is dat wel hetgeen wat jou laat presteren. En dat is hetgeen wat wij vorig jaar hebben gemist. We hebben natuurlijk gigantisch gepresteerd in de KNVB-beker. Iedereen laatte zich dan op voor die ene wedstrijd door de week. En dan liet hij het op de zaterdag gaan. En ik denk dat de breedte daarin heel bepalend is. Nu, maar voornamelijk straks na de winterstop, gaan we dat merken. Jongens raken geblesseerd. Wie kan je dan opstellen? Een schorsinkje. Mm-hmm. Een schorsinkje, ziektes, et cetera. Ja, en dan komt er een bepalende periode, denk ik, vanaf februari tot en met april. Mm-hmm. In die twee maanden, ja, de sterkste overlevenden. Mm-hmm. Ja, je weet natuurlijk vorig jaar gewoon. Die wedstrijd was het AFC en de treffers, geloof ik. Dat waren vrij cruciale voor jullie. Mm-hmm. Als jullie die niet gewonnen hadden, dan hadden jullie ook in de problemen kunnen komen. Zeg ja, maar. Zeker. Zeker. Dus ik denk dat die potjes inderdaad, die zijn wel cruciaal in die fase. Maar nu hebben jullie wel, in de breedte zijn jullie gewoon sterker. Dus ik heb vorig jaar wel eens gezegd, als je niet bij de eerste drie eindigt, dan heb je gefaald. Dat durf ik nu eigenlijk ook wel te zeggen.
Ja, het enige is, concurrentie zorgt er ook voor dat je teleurstelling hebt binnen de groep. En het is de kunst dat we nu met de jongens die teleurgesteld zijn, bij de groep kunnen behouden. Ja. En dat is de grootste uitdaging voor ons, voor nu. Ja, dat zeg ik. Dat, ik hoop echt dat jullie de kikkers in de kruiwagen kunnen houden. Ja. Mm-hmm. Anders wordt het lastig. Mm-hmm. Ja, dat hebben we bij MDI natuurlijk ook. Hè? Want daar hebben we dus de boel nu breder dan het laatste jaar. En hebben we Jeffrey van der Dikkenberg, die vorig jaar als middenvelder 15 goals of meer maakte. Ja, die startte ook de eerste wedstrijd vanaf de bank. Ja. En nu moest hij zaterdag erin, omdat dus Sven Deen in de warming-up afhaakte. En dan toch weer een assist op de 1-1. Maar ook daar, ook voor Willem en zijn staf geldt, ook daar moeten de kikkers in de kruiwagen blijven. Want, maar zo zie je hoe bepalend dat is. Ja, een sterke bank vorig seizoen in de vierde divisie. Als Eemdijk moest wisselen, werd het minder. En het heeft ons het jaar daarvoor in de PD tegen VVG de kop gekost. Want er moest ook gewisseld worden en dan werd het echt minder. En VVG zette er mensen bij waardoor ze beter werden. En nu hebben we gewoon 17, 18 volwaardige spelers en sommige posities gewoon echt dubbel bezet. Ja, en daarom hebben jullie afgelopen zaterdag over de streep kunnen trekken ook natuurlijk, die wedstrijd. Want ik wou zeggen, we gaan gelijk door naar het volgende onderdeel, want dat is het moment van de week. En daar kunnen we, ik denk, heel kort over zijn. We hebben er nog een polletje ingegooid, maar dat was eigenlijk niet meer nodig, hè? Dat kon niet anders, nee. Omdat hij er mooi is. Kijk, je kan hem maken als je 4-0 achter staat, blijft hij mooi, maar dan heeft het geen waarde. Maar 2-2 in de 90 plus 6, ja, dan tikt hij nog even harder aan, hè? Ja. Uh-huh. Mag hopen dat die jongen van maandag vrij is, toch? Vandaag. Ik bemoei me niet met de rest, Massies. Nee. Dat is aan Willem. Ik heb vorig jaar al vanaf dag 1 geroepen, de Eemdijk wordt kampioen. Vorig jaar heb je dat geroepen. En wat is nou je voorspelling, Marcel? Nee, hij blijft er gewoon in. Ja, dat klopt ook. Maar toen zei Willem altijd, we zijn niet sterk genoeg in de breedte. Dat is nu opgelost. Daar kan hij zich nu niet aan schuilen. Dat doet hij ook niet. Hij is ook zeer tevreden met de selectie die hij heeft. Maar linkerrijtje? Nee, ik vind dat nog niet. Nee, ik blijf erbij. We hebben nu 6 punten. Zaterdag Volendam. Dat is gewoon een lastig. Dat is een hele andere ploeg. Dat is een voetballende ploeg. Kijken of we ons daarmee kunnen meten. En eerst maar naar die 40. Echt, dat meen ik echt. Weg bij van onderin. Op het moment dat je er onderin komt te staan, dan komt er steeds meer druk op een wedstrijd. En dan ga je ook wedstrijden verliezen door druk. Je hebt vorig jaar met IJs en Middels gezien. Je komt onderin, je komt niet weg. Mm-hmm. Je wint een keertje. Mm-hmm. En de week erop wint de concurrent weer. Ja, ja, dat klopt. En in het verlengde hiervan hebben we ook de speler van de week. Daar hebben we ook een polletje voor uitgedaan. Arjen Salimi was derde. Sam van Huffel tweede. Terecht, denk ik. Goeie speler. Ja. Je hebt box-to-box spelers. Maar deze jongen die is echt niet normaal. Wat maakt hem zo goed? Die loopt gewoon 12 kilometer in de wedstrijd. En die blijft maar gaan. Wij hebben sprintmeters. Nou, je mag gerust weten, ik loop 300 sprintmeters, 400 sprintmeters per wedstrijd. Die jongen die loopt gewoon 1200 sprintmeters. Zo. Die loopt gewoon voor de rest van de elftal. Nou, misschien zie je dat niet als buitenstaander. Maar die jongen die heeft gewoon enorm veel inzet en power. En hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld El Asuti. Die jongen die blijft maar gaan. Ja, dat klopt. Blijf maar leveren. Blijven, ja. En dat is gewoon heel belangrijk voor het elftal. Mm-hmm. Ja. En nummer 1, Michel Goossens er dus. Is dat puur door zo'n moment? Ja, of was hij de hele wedstrijd al? Nee, Michel kwam er in de 70 minuten in. Ja. En merkte je toen al dat er iets ging leven? Nee. Nee, want ik meende, het was 1-1 en WBSB was sterker geworden die laatste 20 minuten. En je zit aan die klok te kijken en loop maar door, want een punt hier bij WBSB is uitstekend. Dan hebben we de 4-2, prima. Hij ging mee in de tempo van de wedstrijd en hij deed wat hij moest doen. Maar ja, dit is uitzonderlijk. Mm-hmm. Zo'n vrije bal en die maakt hij waarschijnlijk nooit van zijn leven meer. Nee. Maar goed, deze blijft voor altijd staan en er staat op beeld, dus niemand gaat het vergeten. Nee, maar dat is ook
Maar ja, dat is voetbal. Net als vorige week met Afrika. Ja. Die maakte twee in de... Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus daar gaat het om. Ja. Je kan dus achterin een puike partij spelen. Maar dat valt niet altijd op. Uh-huh. En je weet het met keepers. Die kunnen de 10 ballen uithouden. En als de 11e er een beetje ongelukkig in gaat... Klote keeper zeggen we dan soms. Mm-hmm. En dat is niet terecht, mm-hmm. maar dat is een spelletje. En dat maakt het spelletje ook mooi. Mm-hmm. Ja, Erik Meijers heeft een andere benaming voor. Ja, dat zag er bijna in. Ja. Dat kan ik niet zeggen. Het is wel kantine praat, maar... Ja, inderdaad. Ja. Dus dat, maar wat dat betreft, dat is wel natuurlijk het leven van een voetballer. Hè? Eén zo'n moment kan je wedstrijd maken of breken. Ja. Vooral voor navallen, denk ik. Ja. 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 En jij hebt vorig jaar natuurlijk je moment op fame gehad in de Galgenwaard, hè? Met... Toen je uit de rug van Toornstra wegliep? Ja, zeg dat wel. Ik bedoel, normaliter scoor ik nog wel eens wat. Maar vorig jaar tot Utrecht 0 doelpunten. Uh-huh. Ik heb 4-5 keer de paal heb geraakt. En als je dan op zo'n moment je eerste doelpunt van Spakenburg mag maken, zet veel recht gelukkig. Ja, dat was het moment eigenlijk. Hè? Want Utrecht kwam natuurlijk op 2-1. Toen dacht iedereen van, oh, het zal toch niet? En toen werd gelijk persoonlijk vrij... Dat dacht ik persoonlijk ook. Ik heb toevallig laatst de samenvatting teruggekeken. Ja, de druk werd gewoon enorm op ons. Zij maakten 2-1 en maar aanvallen weer. En net voordat ik die 3-1 maak, gaf ze een hele scherpe voorzet. Die kopte ik nog weg. En in die aanval ontstond die corner. En als je dan die 3-1 maakt, ja, dat was gewoon de genadeslag voor hem. Het was ook cruciaal dat die 1-1 werd afgekeurd, net buitenspel was. Ja, ja. Ja, zeker. Maar dan moet ik wel zeggen, wij hebben ook enorme kansen laten liggen. Dat klopt, maar... Admiraal die liep 2 keer 1-1. Die had ervoor al 2-0 moeten maken, inderdaad. Ja. Dat klopt, maar goed, mensen hadden het 1-0, het wordt 1-1 en dan gaat hij ver toch dat lijntje trekken. En dat is cruciaal, ja. Ook mede cruciaal. We hebben het net over dat momentje van afgelopen week van Eemdijk gehad. Dat geluk moet je ook soms hebben. Ja, dat klopt. Dat geluk moet je soms hebben. Het gaat om een paar centimeter in dit geval. Ja. Nou, handsbal of geen handsbal. Ja, dat zijn... Aan de ene kant laat eruit. Ja. Ja, dat klopt. We gaan gauw door naar het volgende onderdeel. Dat is het schot voor open doel. En dat ken jij natuurlijk nog niet, Massies. Maar daarom geef ik eerst Marcel en... Peter ook weer het woord, want in Schot voor Open Doel krijgen de gasten de gelegenheid om een gele of een rode kaart te geven of een publiekswissel toe te kennen. Voor iemand die zijn boekje te buiten is gegaan of juist enorm opviel. Marcel? Ja, dan ga ik toch IJsselmeervogels aanhalen. Die krijgt mij een rode kaart. En, ook gelijk rood? Ja, voor mij gelijk rood. Omdat ik gewoon vind dat je die wedstrijd niet mag verliezen. Dus daar moeten ze dan ook maar mee doen. Is dat scorebordjournalistiek? Nou, misschien wel. Maar het is wel mijn mening, het is ook mijn gevoel. Ik vind het gewoon echt een blamage. Dus voor mij daarom rood. Dat heb ik direct ook. Nou, die mogen ze in de zak. Dan heb ik wel een vraag aan Marcel. Dat mag. Moet de bezem er doorheen of moet je dan rustig blijven en vertrouwen houden? Ja, ik denk wel het laatste. Ik denk wel dat we rustig moeten blijven. Maar het mag wel gezegd worden dat het niet goed is. Ja, eens. Toch? Ja, ik vind het gewoon niet kunnen. En ik vind ook gewoon dat je dat mag zeggen tegen de groep, jongen. Tuurlijk. Dit is onder de maat. En dan zeg ik niet dat de bezem door moet, zeg ik niet dat de mensen weg moeten. Maar er moet wel wat gebeuren. Ondergrens moet omhoog. Ja. Laat het een wake-up call zijn. Nou ja, laat het daarop houden. Ja, inderdaad. Peter? Ik heb een publiekswissel en die gaat naar onze trainer Willem Romp en zijn assistent Mitch Maas. We hebben mede door vakanties... Want we hebben niet zoveel contractspelers dat we die van vakantie kunnen weghouden. Een rommelige voorbereiding gehad en dan toch de ploeg zo aan de start krijgen in de derde divisie. Complimenten aan de staf van Eemdijk. Mm-hmm. Ja, Massies. En deel ik ook een compliment uit. Aan? En die gaat dan uit naar Floris van der Linden. We hebben het net erover gehad. Vorig jaar de onbetwiste aanvoerder bij ons. Heel belangrijk geweest in de KNVB-beker. Dan belandt hij nu op de bank. Die keuze, daar kunnen we allemaal wat van vinden. Maar hoe hij dan vorige week invalt, bepalend is met een belangrijke doelpunt. Hoe hij afgelopen zaterdag ook invalt. Complimenten daaraan, want ja, het is gewoon een grote speler. Die kan er ook met zijn pet naar zwaaien. Doet hij niet.
Mijn diepe respect daarna. Nou, laten we het hopen dat er geen nederlaag meer voorkomt dit weekend. En dat we misschien met 3 overwinningen weer volgende week aan de standtafel kunnen plaatsnemen. Ik bedank mijn gasten Marcel Oldenkamp, Massis Artin en Peter Koelewijn. Graag gedaan. En ik bedank jullie voor het kijken. Fijne avond.